Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. We hadden vandaag te maken met enkele wolkenvelden waaruit lokaal een buitje viel. En nadat we een uh, kleine storing kregen met de satellietbeelden, zagen we toch weer aan het einde van de ochtend de satellietbeelden terugkomen. En toen zaten de meeste stapelwolken boven het oosten van het land. Ook daar vielen nog een paar buien. Zo rond uh, 1-2 uur trokken de laatste buien naar Duitsland weg. Boven West-Nederland zie je dan al dat het kraakhelder is en dat zonnige weer breidt zich later vanmiddag over het hele land uit ook boven Engeland zien we volop zonneschijn en ook dat komt onze kant op, dus er komt echt een heldere nacht aan. Dan de weerkaart. Het hoogdrukgebied ligt boven Frankrijk, zorgt nu nog voor rustige weeromstandigheden. lichte storing die dus over ons land trok met een paar buitjes. en als we de boel in beweging zetten, dan zien we dat het hoge drukgebied zich langzaam verplaatst via het Alpengebied naar het oosten van Europa en dat de storing via de Britse eilanden onze kant op komt. Zondag ligt het hoge drukgebied dus boven Polen. Maar de wind waait nog steeds bij ons uit het zuiden. En dat is een warme zuidenwind. En daardoor gaan de temperaturen flink omhoog. Boven Engeland ligt op dat moment een front. Dat zorgt daarvoor regen. En dat front komt in de loop van zondag ook bij ons. Maar hoe laat is het nog erg onzeker. Met een beetje pech al vroeg in de middag in Zeeland. En als het mee zit, dan pas in de avonduren. is vanavond nog heldere omstandigheden. Daardoor gaat de temperatuur snel naar beneden. Halverwege de avond is het al zo'n 12 tot 16 graden. De wind neemt wel een kracht af, dus heel rustig weer. En vannacht liggen de minima dan tussen 12 graden aan zee en 6 graden lokaal naar het binnenland. En bij 6 graden op neushoogte kan het aan de grond zelfs dicht bij het vriespunt komen. Denk nog niet dat we tot vorst gaan uh, afkoelen. Een koude nacht, daardoor ontstaat er lokaal mist en laaghangende bewolking. Nou, dat zal morgenochtend allemaal snel optrekken, maar zorgt hier en daar wel voor even wat wolkjes vroeg in de ochtend. Daarna volop zonneschijn en dan in de loop van de middag in het westen misschien weer wat sluierwolken. Een zuidelijke wind, 3 tot 4 boven. Voor en de temperatuur loopt op naar 22 tot 24 graden. Echt hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Maar zondag wordt het nog warmer, 23 tot 25, misschien lokaal zelfs 26 graden. In het oosten blijft het de hele dag zonnig. In het westen komt dus in de loop van de middag of avond meer bewolking, gevolgd door een paar buien, misschien ook met een klap onweer. En die buien trekken ook wel naar Oost-Nederland, maar ja, daar komen ze dan pas laat in de avond. Warme lucht wordt dan verdreven, daardoor maandag nog een enkele bui en temperaturen van 19 à 20 graden. En ook dinsdag hebben we soms de paraplu nodig, maar de zon blijft op beide dagen ook geregeld schijnen. En de temperaturen zijn met 19 à 20 graden nog steeds boven normaal. Kijken we dan verder vooruit, nou, dan zie je toch langzaam dat de temperatuur wat naar beneden gaat. Maar echt herfstweer wil nog niet losbarsten. En dan denk ik eraan grijze donkere dagen met lange tijd regen en een stormachtige wind... De kans daarop is voorlopig nog klein. Hoe dan ook, dit weekend hebben we echt nog zomerweer. Geniet ervan, en dan gaan we volgende week naar de herfst. Bij Michiel Severin van Weerplaats.nl